Guy, wat heb jij daar nou? Is dat van jou? Nee, niet van mij. Ik heb het gesteld. Heb je het gestolen? Eigenlijk mag dat helemaal niet, hè, Steve? Nou, maar het mag gewoon op de bar, dan pak ik het wel. Eigenlijk ben jij gewoon een boef nou, hè? Nee, maar dit mag wel. Ik mag gewoon dingen pakken wat ik zelf wil. Maar je hoort het niks. Politie, die denkt dan, nee, dat mag niet. Gooi jou in de gevangenis. Nee, hoor. Normaal begin ik met, wie is dit jochie, hoor ik je denken. Maar niemand denkt dat meer, want jullie weten allemaal dat dit Guy is. De legend. Ah! Vandaag ga ik met Guy inbreken. Nou ja, niet echt natuurlijk. Ik ga op televisie kijken. Mijn mattie Pol heeft zogenaamd mijn spaarvarken gestolen. En Guy en ik moeten die natuurlijk terugstelen. Guy is zo snel. Hopen dat de e-bijs niet komt. Ik ga naar de politie. Over boeven gesproken. Je hebt dus ook echt inbrekers. Hè? Ik heb in mijn kamer naaldjes. Wat? Naaldjes, dat zet ik er neer. Dan gaat ze in de naaldjes staan. De boef? Ja. Heeft hij een beetje pijn in zijn voet? Pak ik een atoom aan. Zo. Dus eigenlijk zeg je dat je gewoon de boef dan moet terugpakken? Ja. Die moet roken. Heb jij wel eens gerookt? Nee. Zeker weten? Ik heb hetzelfde met die knijpers proberen. Knijpers? En met die kjoen. Wat loe jij allemaal, joh? Ik moet jou iets vertellen, Guy. Ja? Vannacht heeft iemand bij mij thuis wat gestolen. Wat, hè? Mijn spaarpot. Krijg je mijn spaarpot? Ik heb 100 euro. Ik heb wel iets meer dan 100 euro in de spaarpot. Nee. Ik zei toch, vannacht heeft iemand ons mijn spaarpot gestolen. Ja? De beveiligingskamer heb ik dat gefilmd. Waar? Zal ik het even laten zien? Kijk. Wait, yo! Was jij dat niet? Nee. Ik lag gewoon te slapen. Deed hij het heel zachtjes? Ja, hij was heel zachtjes. Staat hij niet meer daar? Nee. Ja, er is maar één iemand die mijn sleutel heeft. Wie? Ah, ik weet waar die woont. Dus misschien moeten we even de spaarpot terugjatten. Ga jij het toch doen? Die gaan we vandaag even terugstelen. Ja. Dit is je kantoor, is dit? Dit is mijn kantoor. Doe normaal, Mattie. Hey. Ja. Tijd voor gerechtigheid. Ik heb een sleutel van zijn huis. Ja? Dus dan kunnen we hem wel gewoon terugpakken. Met zo'n buigding, zo de deur openbuigen. Dat hebben we dan wel nodig. Ja. Wat heb je nog meer nodig dan? Niks nodig. Nou ja, ik ken wel iemand. Ja. Kan ons misschien dat wel even geven. Kijk, wacht even. Misschien moeten we ook een zaklamp hebben? Ik heb een zaklamp in mijn tas. Heb je een zaklamp? Heb ik meegenomen. Hey Bram, ben ik met Guy. Yo Guy, alles goed? Ja. Wat moeten we doen vandaag? Inbreken. Inbreken? Ja, en ik heb begrepen dat jij daar wel wat spullen voor hebt. Ja, ik heb op zich al wat spulletjes, ja. Mogen we die lenen? Ja, tuurlijk mag je die lenen, als je het wel weer terugbrengt natuurlijk. Ja. Dan komen we straks naar jou toe, oké Bram? Ja, dat is goed hoor. Okay. Is goed. Alright. Oké, joek. Hoi, yo. Ben je er klaar voor? Wow, yo! Hey, lekker bezig! Vind je het niet spannend, inbreken? Nee, en anders hou ik een mes, maak ik hem dood. Zo! En we rijden straks ook langs de roze buurt. Wat is dat, de roze buurt? De meisjesbuurt. Waar je een euro betaalt en dan kan je met de meisjes visje geven. Oh ja? Werkt dat zo? En heb jij dat wel eens gedaan, een meisje zo'n euro gegeven? Nee. Ik denk het wel. Zet het. Zet is 7. Met die heb je het gedaan hoor. Kijk, dit is Bram. Hallo. Hey Bram, ik hoor dat jij allemaal hele goede inbraakspullen hebt. Ja, ik heb wel wat gefixt. We gaan ons gewoon helpen joh. Ik heb een aantal dingetjes klaargelegd voor jullie. Oh, kijk eens joh. Hoi joh. Ja. Wat is dit dan? Handschoenen. Als je geen handschoenen aan hebt, dan komen overal vingerafdrukken op. Ja. Oké, stop het er maar weer in. Lekker bro. Deze goed bewaren. Hiermee kan je proberen naar binnen te komen. Misschien dat het lukt. Moet je maar even kijken straks. Goed bewaren ja. Hè? Doei! Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Dit is toch een feest? Dit is toch een feest voor elk kind? Leuk, die moet toch op de maan. Waar ga je die neerleggen? Hier! Oké. Okay. Even snel ziek Rowena zetten met Guy. Wat denk je? Zal ik jou even kapot maken? Zal ik jou... Dit was heavy. Afgelopen. Nou, we gaan inbreken. We moeten natuurlijk onherkenbaar zijn. We hebben wat leuks bedacht. Wat? Oogmasker maken. Zonder van je kleding, maar dit was wel een oud shirt. Zie je? Zo, en dan maak ik hier even twee gaten zo. Yo! Kijk eens joh! Hoi, yo! Kijk eens! Ik ken je niet eens, man! Ik heb een zwarte trui aan, dan kunnen we gewoon gaan. We zijn er helemaal klaar voor, joh. Waar heb ik een trui aan? Zo, kom zo. Oh, yo! Kijk eens! Yo! Niemand kan ons herkennen. Niemand kan ons herkennen. Ben je klaar voor? Ja. Let's go, we gaan. Voor de missie, ja? Ja. Maar eerst. Ja.
Even checken of we alles hebben. Heb je je oogmasker? Ja. Zwarte trui? Ja. Sleutel? Ja. Die moet je goed bewaren, hè? Zaklamp? Ja. Handschoenen? Ja. Tijd om het spaarvak terug te vinden. I'm your freestyle dance teacher. Hier, we zijn er. Bij het huis. Is het goed zo? Ja. Ja. Capuchon op. Ben je er klaar voor? Weet hoe het spaarvak eruit ziet, hè? Ja. Als ik hem gevonden heb, dan mag ik een paar zeepjes. Wil jij de deur open? Ja. Oh. Oh, wat doe je nou, joh? Zo, oké. Okay. Ja. Oh, nee. Ik heb hem helemaal verkeerd. Zo zit het goed? Ja. Doe hem goed strak, ja? Ja. Te strak? Te goed oppas. Wat is dit nou weer voor gezeik? Let's do this. Je maakt veel te veel geluid. Nee, wacht, ik moet hier langs. Kie, kom hier. Ik zag iemand. Ik ook. Onder het raam doorkruipen. Nee, ik ben hier. Nee, we moeten het samen doen. Goed zo. Ik ga televisie kijken. Ga jij televisie kijken? Ja. Heb je de sleutel nog? Okay. Heb jij hem? Nee, jij zou de sleutel hebben. Wil jij de deur open? Oh, daar is hij, daar is hij. Nee, jij had toch de sleutel? Zit je? Moet hij snel weg? Oké, moet hij heel snel, ja? Hij vindt het helemaal te gek. Rustig na doen, ja. Kijk, deze deur. Eerst kijken. Oh, daar is hij. Maar waarom gaat hij niet weg? Misschien kan ik hem even bellen. En dan moet ik zeggen dat hij weg moet gaan. Dan zeg ik gewoon, yo, je moet mij helpen. Ik sta aan je straat. En dan gaat hij naar buiten. Dan gaan wij snel naar binnen. Hey Paul, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Oké. Okay. Ja, ik zit een beetje in de problemen. Ik sta in je straat, maar ik, oh. ben aangereden. Kan je heel even naar buiten komen via de voorkant? Ja, ik kom er nu aan. Oké, okay, is goed. Oh. Thanks. Oké, nu moeten we gaan. Go. Waar is het varkentje? Waar is het varken, bro? Zo in de keuken. Hier, laten we sowieso deze meenemen. Ja. Kom hier snel achter. Ik zit trouwens weer binnen. Laten we kijken in de kastjes, ja. Hij gaat naar de wc. Oké, kom. Zie deze kastjes, doe open. Hij gaat poepen. Ja, daarom. Doe open. Ja. Hoi, joh. Pakken. Oké. Oh, wacht. Ik heb mijn telefoon binnen vergeten. Oh, wacht. Ja, alles goed. Kijk, okay, go. Kijk, snel, even te stoppen. Stil. Oh, snel. Bro. Je vergeet het varken. Bro, je vergeet het varken. Ik ben het varken vergeten. Die kan zo snel. Hierheen. Naar de auto. Go. Doe het, snel. Oh, nee. Ja, jij hebt het varkentje laten vallen. Nee, waar is hij? Jij hebt hem op de grond laten vallen. Is hij stuk? Oh, jongen. Doe even je ogen dicht. Is het varkentje? Ja. Waar heb je het varkentje gelaten? Hier. Wat? Hier. Ah, het zit er nog wat in. Ja. Oh, joh. Mag ik dit? Hallo, jij hebt hem laten vallen. Hoeveel zit er nog in? Rij me som. Ik heb wel iets meer dan 100 euro in de spaarpot. Daar kunnen we wel wat lekkers van kopen. Gaat hij nu de politie bellen? Oké, gaan we snel terug. Het was heel zonde dat hij hem daar neer had gezet. Ja, lekker gedaan, hé. Het is ons wel gelukt, hé. We hebben het spaarpotje gevonden, maat. We hebben onze knaken weer terug. Daar mag jij wel wat lekkers voor uitkiezen. Ongeacht het feit dat je gewoon op je bek ging en het varken liet vallen. Ja. Ik deed dat expres en jij neemde toen mee. En toen kon ik heel snel naar de auto rennen. Dan komt hij en dan trap ik hem. Tijd voor snoep. Ja. Dat vind ik echt een goede keuze. Oké. Okay. Welkom. Ja. Hi. Oh! Lekker, hè? Ik hoop dat er genoeg in zit. Ja, je hebt genoeg. Oh, net genoeg, hè? Dankjewel.
alsjeblieft. Zo, Gie. Ik heb vernomen dat er heel veel papa's en mama's zijn in Nederland die zware hebben tegenwoordig. Hallo. Omdat jullie kinderen allemaal thuis zitten. Elke dag zit je thuis, hè? Ja. Ik dacht, misschien kan ik ook andere papa's en mama's helpen. Zodat ik even hun kind een dagje uit huis meeneem. Een goed idee, toch? Ja. Kunnen die ouders ook even chillen. En bij mij is het altijd avontuur. Ja. Vind je dat goed? Ja. Hou je van poep? Ja. Mag ik ook een tiktakje? Ja, ik word pakken. Ja, schiet op, joh. Ja. Hé, ik word gebeld. Hallo, met Kelvin? Ja, goeiedag. Je spreekt met Rob Hogens, politie Noord-Holland. Goeiedag. Wil ik even geleden? Jazeker. Wij zijn op zoek naar twee daders die een klein varkentje hebben gestolen met wat geld zouden erin zitten. Oh, fuck. We zoeken een jonge blonde man, ongeveer 1,80. En nog een kleine jonge man. Ja, echt een stuk kleiner. Ongeveer, wat zal het zijn? Kompijn! Hallo, man. Hallo? Het is de politie, maar doe normaal. Ja, sorry meneer. Gaat u verder. Jij bent het gewoon, Paul. Mijn naam is Rob Goosjes. Kun je die bespreken? Je bent niet Rob Goosjes. Je bent... Paul. Bye. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.